volgende shout-out die we willen doen is voor het YouTube kanaal Kjemperfan. Ja, echt, dus geen camperfan, maar de jeren bij tussen. Kjemperfan. Het is een Nederlands kanaal, Nederlandstalig. Van Mirjam en Egbert. En die zijn begonnen in 2017. Zeg maar, de camper die zij hebben is een Volkswagen Transporter. Ja, de rest moet je eigenlijk maar eens even gewoon kijken, hè, als je het YouTube bekijkt van hun. Ga je mee? Gaan we dit even bekijken. Hier heb je dus Kjemperfan, het YouTube kanaal Kjemperfan. Nou, je ziet, ze zijn inderdaad nog pas begonnen. We moeten wel eventjes wat reageren onder de video's trouwens. Want het is 3 maanden geleden, hè? 4 maanden geleden de eerste en dan 3 maanden geleden. Dat is een beetje weinig. Dus we gaan natuurlijk proberen om hun zover te krijgen dat ze wat meer video's gaan maken. Maar voor hetzelfde geld zijn ze ook weer terug naar huis. En dat ze aan het bouwen zijn, hoor, dat de video's later komen. Dat weet ik ook niet. Maar reageer alsjeblieft even hieronder, hè, onder die video's, zeg maar, van hun. Wanneer je hem kijkt. Ik heb nog geen YouTube of website gevonden van hun. Maar ik heb even deze 2 video's bekeken. En dit is dan het begin, zeg maar. Dan gaan ze er even tussenuit. En dan logeren ze volgens mij in bed and breakfast-achtige gelegenheden. Zeg ik dat goed? Ja, dus niet, nog niet in de camper, want het was nog veel te koud. En deze video, dit vind ik echt een hele mooie video. Mooi in elkaar gezet. Best wel geinig. En dan laten ze dingen zien hoe ze de inrichting hebben gedaan. Ik ga dat nog niet laten zien. Want ik vind dat jullie dat zelf even moeten kijken. Maar zij hebben dingetjes gedaan in die bus. Die zelfs mij verrassen. Echt, ze zijn echt hartstikke mooi. Zoals de tafeltjes onder het bed. En zoals de keukentjes gebouwd. Dat die uitschuitbaar is en zo. Dat is echt heel goed over nagedacht. En hij is nog lang niet klaar. Tenminste in de video nog niet. Maar ik vind sowieso nu al echt goed bedacht sommige dingen. Dus kijk eventjes. En vergeet niet te abonneren. Hè?